Arnhem herdenkt vrijdag de 57 slachtoffers van het beruchte Amerikaanse vergissingsbombardement op de stad 75 jaar geleden. Dit gebeurt bij het monument. Wat zijn de vergissingsbombardementen? De vergissingsbombardement is op een gegeven moment dat de Amerikanen over Nederland vlogen met de doelstelling het gebied, het Ruhrgebied van Duitsland te pakken. En maar door slechte weersomstandigheden, slecht zicht en zware wolkendek, slechte communicatie, kwamen ze niet goed over. Toen kwamen ze boven Nederland en toen brak het wolkendek, het mooie weer. En toen dachten ze eigenlijk van, dat is het. En toen hebben ze de boel open gegooid, de luiken losgegooid. En toen hebben ze de bommen naar beneden gegooid. En daardoor is Arnhem, Nijmegen en Enschede en Deventer, die hebben een opdonder gehad. En de littekens zijn er nog. En waarom staan we nu vandaag bij dit monument? Dit monument, dat is, het monument heeft altijd gezworven al in Arnhem. Maar door de NUON, dat was vroeger energieleverancier van Arnhem, is dat gebouw gesloopt. Want het is hier allemaal gesloopt eigenlijk en er wordt nog meer gesloopt. En het, was, het monument was zoek. Na 4-5 jaar zoeken heb ik het teruggevonden. En ik werk zelf bij de stichting of bij het Arnhems Oorlogsmuseum. En daarom ben ik aan het zoeken gegaan En toen heb ik toch dit monument gevonden. En eer verleden jaar heb ik het met Ene de Boef heb ik dat weer opgenomen. Toen ben ik helaas het ziekenhuis in beland. Maar nu ben ik weer terug en nu heb ik het weer opgepakt. En hoe belangrijk is het dat dit herdacht wordt? Dit zijn monumenten die je niet mag vergeten. Wat betekent dit voor Arnhem, voor de Arnhemmers? Voor de echte oude Arnhemmers is dit gewoon ook een ramp. Het waren maar, zeg ik wel, maar te veel. 54 mensen die er zijn omgekomen, maar er zijn ook mensen die hebben er toch wel een geestelijke tik van overgehouden. Het gedeelte wat nu nog in leven is, wat het meegemaakt heeft, dat sterft langzaam uit, maar het moet bewaard blijven. Het is belangrijk dat zulke ook kleinigheden. Het hoort bij de geschiedenis van Arnhem en daar moet je zuinig op zijn.